In de wijk De Bras in Ypenburg ligt de Gele Lis. Een van de 6 zelfbouwlocaties van de gemeente Den Haag, die vorig jaar februari in de verkoop is gegaan. Een unieke locatie waar mensen hun eigen droomhuis kunnen bouwen aan de rand van een groot natuurbos, afgewisseld met plassen, weilanden en kreken. Binnenkort gaat de eerste paal de grond in. Maar voordat het zover is, mochten de toekomstige bewoners voor 1 nachtje alvast proefwonen en ervaren hoe het is om in hun nieuwe buurt te wonen. Vrijdagavond 20 september checkten de eerste toekomstige bewoners in op de kavelcamping. Compleet met tenten, caravans en een echte vintage camper. Dit is de eerste keer dat jullie op je kavel kunnen slapen. En voor de eerste keer morgenochtend de gordijntjes opzij schuiven en voor het eerst kijken naar het uitzicht. Ja, ja. Waar jullie hopelijk je leven lang van zullen genieten. We gaan uiteindelijk, ons droomhuis hier wordt hier gebouwd. Echt op dit plekje ook. Onze slaapkamer zit hierboven, ook het uitzicht richting het bos. Ik ben niet echt van het kamperen, maar het is wel uniek dat mag. Bijzonder moment, voor het eerst op je eigen plekje. De sfeer onderling is uitermate goed. Ja, leuke buren. De volgende ochtend, op Nationale Burendag, is er voor ruim 130 Haagse zelfbouwers een burenbrunch. Een mooie gelegenheid om tips en ideeën uit te wisselen. Maar hoe is het de kampeerders eigenlijk vergaan? Hebben we lekker geslapen? Ja, leuk. We werden wakker en we hoorden de eentjes kwaken. Dus we zitten echt midden in de natuur. Het is een heel goed initiatief om ideeën op te doen van andere bewoners. Dus wat dat betreft is dit ook een geslaagde bijeenkomst. We hebben een optie genomen en we moeten gewoon even alles uitzoeken en alle puntjes op i hebben voordat je zo'n beslissing neemt. Het is niet een broodje bij de bakker. En je krijgt wel andere tips van joh, let hierop, let daarop. Heb je die aannemer al gesproken? Dus dat is altijd wel handig. Anderen zijn ons al voorgegaan, dus we kunnen wel heel veel leren van hoe zij het hebben aangepakt. Dus, maar ik heb er zin in. Het wordt nu heel echt. De gemeente Den Haag heeft door de stad diverse bouwkavels in de verkoop. Ga voor meer informatie naar de kavelwinkel in het stadhuis of kijk op www.ikbouwindenhaag.nl.